Mijn werk gaat helemaal niet over de keerzijde van de schoonheid. Het gaat over de schoonheid. Ik denk dat die kunst er ook mag zijn. De natuur is altijd wel een onderdeel geweest van mijn fotografie, maar niet in de voorgrond. Dat de natuur echt op de voorgrond kwam, dat is meer sinds ik in de tuin ben gaan fotograferen en onder water ben gaan fotograferen. Ik begon met die tuin te fotograferen toen ik hier die studio had en ik niet meer zo heel veel op reis ging. En die tuin die werd een plek waar ik ook een soort van op reis kon gaan, omdat het de hele tijd verandert. Je hebt de seizoenen, je hebt verschillende dingen die er gaan groeien. Uiteindelijk is mijn werk een foto. En de tuin waar ik het fotografeer is meer de plek, is het materiaal voor die foto's. De serie die ik voor ING heb gemaakt, ja, daar is het uitgangspunt echt de patronen op bloemen en hoe wonderlijk dat kan zijn en hoe wonderlijk het is dat ook gewoon door mensen aangepast kan worden. Dus daar heb ik zelf een extra patroon op de bloemen getekend om dat nog extra naar voren te laten komen. Om je die schoonheid te laten zien, pas ik er iets aan, zodat ik die schoonheid of iets wat ik er bijzonder aan vind kan benadrukken. Zodat het net wat anders wordt dan hoe jij het normaal ziet. Een werk voor mij is af als alle onderdelen in dat werk gewoon kloppen. Dat je geen vraagtekens hebt bij, oh, waarom is dat hoekje daar? Of dat je gewoon het beeld gelooft. Dan is het werk voor mij af. Al mijn werk is bedoeld om jou als kijker, als deelnemer aan mijn wereld, zou ik maar zeggen, te stimuleren om je eigen gedachten te ontwikkelen. Ik heb de serie volgemaakt in 2008 en ik had een hele periode van fotografie daarvoor die ging over emoties. En toen dacht ik, oh, nou, ik ben helemaal klaar met emoties. Laat ik iets maken dat onemotioneel is en dat is een moment wat alleen maar in de fotografie voorkomt. En dat is de klippering van het oog. En dat heb ik toen willen combineren, voor het allereerst van mijn leven. Dat ik zei, nou dan ga ik ook het langste moment in fotografie, of dat waar je het langste over kan doen, en dat is het stilleven. Ik vind dat een stilleven, dat kan echt de kracht hebben om langdurig boeiend te zijn. Rustpunten om te verdiepen. Daar, zo zie ik eigenlijk de functie van het stilleven. Dat je overdonderd wordt door de allerlei Mona Lisa's, zou ik maar zeggen. En dat het zo fijn is om af en toe dan één tak te bewonderen. Ik geloof wel dat rond 2008 ik behoefte begon te voelen aan wat meer verdieping en iets minder hoog van de toren blazen, zou ik maar zeggen. Dat je gewoon denkt van, hey, doe eens een stap naar achteren, ga eens naar binnen. Streven is om mij te uiten, op een zo eerlijk mogelijke manier die dicht bij mijn ziel zit. En als het dan als bijproduct kunstwerk heeft, dan ben ik daar heel erg blij mee. Ik kan het niet lelijk maken. Tenminste, als ik het lelijk maak, dan komt niet over wat ik wil zeggen. Het wordt me vaker gevraagd of ik mezelf als fotograaf zie. Mijn hele techniek is heel anders. Het montageproces is het allerbelangrijkste. Het fotografische gedeelte is neutraal en zakelijk altijd, omdat ik het daarna ga verwerken in de montage. Ik noem het dan montagekunst. Dus het is iets wat meer onder de beeldende kunst valt. Uit hoeveel beelden bestaat zo'n beeld? Ongeveer 100. En als het een portret is, is het nog iets meer vaak. Serie World is een serie die heb ik gemaakt in 2005. Het gaat over zwarte kinderen in paradijselijke omgevingen. Dat heeft een soort verloop gehad. Ik heb eerst een aantal portretten gemaakt van blanke kinderen. En omdat ik daar nogal veel kritiek op kreeg, heb ik dat op een gegeven moment omgebouwd naar zwarte kinderen. Omdat ik iets wilde zeggen over onschuld, heb ik mijn eigen jeugdfoto's, die zijn dus uit begin jaren 60, als voorbeeld genomen, omdat die voor mij heel erg onschuldig uitzagen en heel braaf en op een manier zoals je dat nu niet meer ziet eigenlijk. Mijn ervaring met kinderen is wel dat die heel erg onschuldig zijn en dat dat een schoonheid is en dat was eigenlijk mijn uitgangspunt. Niet alles laat zich schilderen, tjoh? En niet alles laat zich tekenen, maar ook niet alles laat zich fotograferen. Het zijn altijd keuzes. Je gaat dus uit van ideeën en daar zoek je het juiste medium voor uit, tjoh? Om dat idee te kunnen laten zien.
Het is een beetje aan het eind van de 60 jaren, joh, dat ik het allemaal al gezegd had. Dan heb ik een moment van bezinning gehad. Joh. Heb ik een sprong gemaakt, ben ik in Zwitserland terechtgekomen. Ik kwam die Mathoorn tegen, joh, een moment van bezinning. Teruggekomen, manifest geschreven, nieuwe romantiek. En toen kwam die sprong naar Azië en die is gebleven. Ik had zelf het idee dat ik de westerse wereld al verkend had. Dus mijn vizier ging de andere kant uit. En toen uiteindelijk kwamen we in Bali aan en dat was echt het summum. Dus terwijl ik daar was en ik alles zo als een spons alles opzoog. En tegen het einde, ik stond te borrelen, weet je wel. Het moest eruit. Weet je wat dat betekent, Mata Hari? Oog van de dag. Toen kan je laten zien als kunstenaar, weet je, dat je zelf in, ja, ik zou haar zeggen, een nieuwe wereld instapt, die nog niemand kent. En daar heb ik dat gebaar voor gebruikt van ik links, kokkie rechts, gevoelsmatig, openen wij een nieuwe dimensie. Bali is lang zo betoverend niet meer als Bali vroeger was. Paradise, nou, dat bestaat niet meer.